Oké, dit voelt echt heel erg raar, want dit is denk ik oprecht 4 maanden geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan. Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag gewoon weer een video op zondag. Ik weet echt niet hoe lang dat geleden is, maar dat is echt, echt, echt heel erg lang geleden. Ik dacht, laat ik het gewoon weer een keertje doen, want ik mis het heel erg, maar echt... heel erg. Jullie hebben echt geen idee. Ik heb natuurlijk het afgelopen jaar, nou ja, vrij weinig geüpload vergeleken met de vorige jaren. Als in, ik heb alleen maar weekvlogs geüpload eigenlijk. En ik ben al lang super blij dat jullie dat heel erg leuk vinden en dat jullie daar nog steeds naar kijken. En ik doe dat ook nog steeds met super veel plezier. Dus ik ben heel erg blij dat dat gewoon nog allemaal goed gaat. Maar ik mis het best wel om gewoon video's te maken zoals dit. Ik heb er gewoon oprecht geen tijd voor gehad. De studie die ik doe is gewoon heel druk. Ik wil niet per se zeggen dat het heel zwaar is, want ik vind het alleen maar heel erg leuk wat ik doe. Maar het is wel gewoon heel erg druk. Je maakt hele lange dagen. En buiten dat ben ik ook heel vaak met vrienden, zoals jullie ook al in de vlogs hebben gezien. Waardoor ik gewoon bijna geen tijd heb gehad, of eigenlijk geen tijd heb gehad om dit soort video's voor jullie te maken. Ik zeg echt uit het diepst van mijn hart dat ik dit echt ontzettend mis. Om te doen. Nou, nu is het zo dat ik nu in mijn eindvoorstellingperiode zit. Maar ik heb een hele kleine rol gekregen. Ik heb dit in mijn vlogs al een beetje verteld. We moesten een soort van auditie doen voor de rollen. Alleen, we hebben gewoon niet het simpelste stuk nu uitgekozen. Want we zijn met 20 mensen, waarvan er 16 rollen zijn in het stuk. En van de vrouwenrollen zijn er eigenlijk maar 4 grote rollen. Terwijl we met iets van 12 meiden waren. En ik heb dus nu echt een heel klein rolletje. Ik heb 3 zinnen in de voorstelling. En dan ben ik weer weg. Echt mijn glansrol te pakken gekregen. Het is echt top. Ik speel boerin. Super. En gelukkig hebben we ook nog wel wat ensemblestukken in de voorstelling. Want anders had ik echt al helemaal niks te doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Want het maakt me ook oprecht niet uit. Want ik doe een fantastische studie. En de eindvoorstelling is maar zo'n klein stukje van wat je allemaal leert. Dus het is prima. Maar het betekent wel dat ik hierdoor heel erg veel vrije tijd heb gekregen nu. Ik ga eigenlijk maar ongeveer 1 uur per dag naar school. Heel soms op bepaalde dagen ietsje langer. Maar dat is dan ook wel maximaal 3 uur. Dus ik heb gewoon heel erg veel vrije tijd nu. En ik heb dus nu ook echt besloten dat ik echt weer wat met YouTube wil gaan doen. Ik wil het alleen wel echt anders gaan aanpakken. Ik merk aan mezelf dat ik namelijk veel te veel nadenk. Ook voordat ik hier ging zitten en deze video ging opnemen, zat ik al helemaal te bedenken van wat ga ik zeggen, wat ga ik doen, wat moet ik doen om het voor jullie leuk te maken. En dan denk ik, nee, Pam, je moet gewoon gaan zitten en gewoon je ding doen. Want zo ben ik ook ooit begonnen. Gewoon door te gaan zitten, door te gaan vertellen wat ik wil vertellen. En gewoon uit plezier het te doen. En ik merk dat ik gewoon nu steeds meer ga nadenken van... ja, maar wat willen jullie zien? En wat vinden mijn kijkers leuk? Ik moet het wel op die en die manier editen. Want anders is het niet leuk om te zien. En nou, er zit gewoon een enorme druk achter. En dat is natuurlijk logisch, aangezien er gewoon ontzettend veel YouTubers zijn. Ja, je hebt gewoon ontzettend veel concurrentie. Alleen zo wil ik het gewoon niet meer zien. Ik wil gewoon lekker mijn ding doen op YouTube. Want ik vind het juist zo leuk dat dit een platform is waar ik gewoon lekker mezelf op kan laten zien. Dingen kan delen met jullie wat ik heel erg leuk vind. En dat wil ik gewoon gaan doen. Ik wil gewoon niet meer te veel nadenken over wat willen jullie zien en wat is populair en bla bla bla. Ik wil gewoon mezelf laten zien. Ja, dat ga ik echt proberen te doen deze periode. Dus ik hoop heel erg dat ik weer meer ga uploaden. Ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen om meer te uploaden. Dus dat is leuk. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dan nog iets leuks. Of nou ja, eigenlijk heeft het een hele dubbele kant. Ik ga deze zomer verhuizen. Ik ben nu in mijn kamertje in Tilburg. Mijn fijne kamertje. Want ik woon hier echt fantastisch in dit appartementje. Alleen Soraya en ik gaan hier allebei weg. Want het kost gewoon best wel veel geld, dit appartement. En we kunnen gewoon allebei iets goedkopers krijgen. Daarom gaan we weg. Het heeft ook helemaal niks met Soraya te maken. En andersom ook niet. Want we hebben echt zo fijn samen gewoond. Soraya en ik hebben echt oprecht dit jaar geen enkel probleem gehad. We lieten elkaar gewoon in elkaars waarde. En alles werd goed gecommuniceerd. En we zijn natuurlijk ook gewoon super goede vriendinnen.
Dus dat is heel erg fijn. Dus daar ligt het niet aan. Daar hoeven jullie echt geen zorgen over te maken. Het gaat gewoon puur om het geld. Het is gewoon, ik betaal best wel veel geld voor dit appartement. En ja, als je goedkoper kan, waarom zou je het dan niet doen? Maar ja, ik vind het natuurlijk wel heel erg jammer. Want ik woon hier echt super fijn. Het is 10 minuutjes fietsen naar de stad. Het is gewoon een heel fijn appartement. Het is heel fijn om met Soraya samen te wonen. Dus ik ga dat wel echt, heel erg missen. Maar ja, ik ga deze zomer dus verhuizen. Ik heb nog niet iets nieuws gevonden. Maar ik sta lang ingeschreven bij bepaalde woningdingen hier. Waardoor ik best wel hoog op de lijst sta. Dus als het goed is, gaat dat gewoon lukken. En heb ik deze zomer gewoon een nieuwe kamer. Ja, ik ben nu even aan het wachten tot er nieuwe dingen online komen. Zodat ik kan gaan reageren. Ik ben dus daarom ook zeker van plan om deze zomer verhuisvlogjes te gaan maken. Ik heb daar heel erg veel zin in. Ik heb dat vorig jaar eigenlijk te weinig gedaan. Ik wil nu proberen om er hopelijk meerdere afleveringen van te maken. Dus jullie echt wat meer in het proces meenemen van het verhuizen. Ook al denk ik dat het verhuizen niet heel lang gaat duren. Want ik denk dat ik mijn dit wat ik hier heb in 2-3 dagen verhuisd heb naar een ander huis. Dus ja. Maar ik wil gewoon in ieder geval proberen om jullie meer mee te nemen en meer te filmen ervan. Want ik heb dat vorig jaar gewoon echt heel weinig gedaan. En ik ga deze zomer ook hele leuke dingen doen. Ik ga met mijn moeder naar Londen een weekje. Ga ik natuurlijk voor jullie vloggen. Ik ga nog met mijn vader en mijn stiefmoeder en al mijn broertjes en zusjes ga ik op vakantie naar Turkije. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Dus daar ben ik heel excited over. Ik kan echt niet wachten tot het zover is. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om daar video's over te maken. Maar ik ga dus ook gewoon echt proberen om weer meer voor de camera te zitten. En lekker met jullie te kletsen over leuke dingen. En gewoon lekker doen wat ik leuk vind. Dat is vooral mijn voornemen. Ik ga gewoon lekker filmen waar ik zin in heb. En waar ik het vind van dit wil ik met jullie delen. En ik ga gewoon niet meer te veel nadenken over hoe of wat. Want ik wil gewoon mezelf laten zien. En ik wil ook gewoon mezelf zijn op YouTube. Gewoon jullie meenemen in mijn leven. Dus ja. En ja, dan was dit denk ik eigenlijk wel alles wat ik wilde vertellen. Voor nu, ik wil jullie gewoon even een kleine update geven van hoe het nu gaat in mijn leven. En wat ik van plan ben en waar ik in godsnaam ben. En of jullie me ooit nog terug gaan zien op de zondag. I'm gonna try. Dat is mijn voornemen voor nu. Laat even in de reacties achter als je nog leuke video-ideetjes hebt. Of als je iets heel graag wil zien van mij. Ik zei net nog dat ik dingen ga doen wat ik leuk vind. Maar dat haalt niet weg dat ik graag jullie input wil. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie graag zouden willen zien. Ja, laat dat vooral even weten. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!